Dit is weer een nieuwe buitenspot, hè. We mogen vandaag weer op pad. We gaan op vakantie. En we zijn in het mooie plaatsje Leiden. Een soort citytrip, maar dan anders. We gaan namelijk niet naar een hostel of naar een Airbnb of naar een hotel. We gaan iets anders doen. Waar we al deze bagage ook bij nodig hebben. Kijk, woep. Dat zien jullie zo. Tot zo. Zo, volgens mij lopen we nu in de drukste straat van Leiden. En wat we dus gaan doen, is we gaan kamperen. Leiden? In Leiden. Ja, dat is altijd iets wat ze zeggen, toch? Dat je in de achtertuin ook gewoon kan kamperen. Maar dat gaan we vandaag dus echt doen. En wel bij Alexander. En wie dat is, dat weten we ook nog niet. Dus we gaan even op zoek naar wie Alexander is en waar hij woont. En waar zijn tuin is. En waar zijn tuin is. We zitten nog helemaal op route. Als ik die kaart moet geloven, zijn we er bijna. Maar de kampeerplek is omschreven als een oase van rust. En die zie ik nog niet helemaal. 36. We zijn op de camping. Hoi. Hallo. Hi. Welkom. Ja. Kom binnen. Gaan we binnen. Alexander, hi. Leuk dat jullie er zijn. Op naar de oase van rust. Dit is de camping. Echt cute. Kamperen in deze achtertuin is dus onderdeel van Camp the Night, het event dat georganiseerd wordt door Campspace. Campspace staan allemaal leuke originele plekken om te gaan kamperen. Waaronder dus ook achtertuinen van andere mensen. Maar wij zitten dus in de achtertuin van Alexander. Wat dus ook de oprichter van Campspace blijkt te zijn, kwamen we later achter. Alexander, waarom heb je Campspace opgericht? In het kort. Oh, in het kort, dat is lastig. Oké, in het kort. Kort. Ik reed met een camper naar Nieuw-Zeeland. En toen dacht ik, waarom kan ik niet gewoon bij mensen in de achtertuin kamperen? Want waarom kan ik alleen maar naar van die grote campings? En dat vind ik niet leuk. Het leek me veel cooler om dan zeg maar bij een local te kamperen. En die gaat dan zeggen, hey, je moet morgen daar koffie gaan drinken. En je moet overmorgen daar bij mijn neef, bij de bakker, een broodje halen. Dus dacht ik, dat is cool, dat bestaat nog niet. Dus toen kwam ik terug uit Nieuw-Zeeland en dan dacht ik, dat ga ik maken. Volgens mij is het tijd om de tent op te zetten. De tent! Hoe gaat het, Maaike? Ja, het duurt wel een beetje lang. Ik zou nu even kunnen gaan helpen. Het gaat top. Maaike die kan het helemaal alleen af. Even kijken of onze buren het net zo goed doen als jij hoor, want jij gaat echt als een trein. Eerst een binnentent. Maar wat is dit dan? Ja, dat is je. Het gaat hier ook top. We hebben de wedstrijd gewonnen, want wij zijn al klaar. Ik ben echt zo trots op jou. Heb je super goed gedaan. 20 jaar scouting. Nou, face off. Zie je gelijk. Proost. Op buiten. Tonight. Goedemorgen zonder zorgen. Er is tijd voor komen en tijd van gaan. En dit is het moment dat we weer gaan inpakken en richting huis gaan. Doei Alexander. Doei. Dat was Camp the Night. We hebben super lekker geslapen. Die oase van rust klopte toch wel. Echt bizar. En dat zo midden in de stad. Wil je nou ook een keer wakker worden op een hele toffe kampeerplek? Kijk dan op de blog van Bever. Want daar staan heel veel tips voor toffe kampeerplekken. Misschien word je dan ook wel wakker in de achtertuin van Alexander. Of welkom van Maaike. Of mij. Kan ook. Tot de volgende buitenspotten. Ciao. Doei.